Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Na de vlammende start thuis tegen Sparta speelde FC Utrecht zaterdag op bezoek bij FC Groningen. Maar als het voetballend gezien niet echt lukt, dan moet je zorgen dat het verdedigend staat. Van een vrij blok van Adam Maher tot een puikenredding van Maarten Paas. En zo neemt Utrecht dus een punt mee uit het hoge noorden. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we natuurlijk gaan nabeschouwen op dat duel bij Groningen. We zijn aanwezig bij de barbecue van de Business Club en we gaan vooruitblikken op het thuisduel met Feyenoord. Vandaag te gast, de man die is overgekomen van Arminia Bielefeld en zich tot 2024 aan de club heeft verbonden. Ik heb het natuurlijk over Mike van der Hoorn. Mike, leuk dat je er bent. Hoe zijn die eerste dagen geweest? Je hebt een medische keuring gehad. Je hebt natuurlijk de hele verhuizing gehad. De ontmoeting met teamgenoten. Beide selecties zitten tegen Groningen. Ja, nou ja, hectisch natuurlijk. Even doorschakelen. Natuurlijk ook een klein babytje thuis die je nog wel eens wakker houdt. Dan gaat dat gewoon weer door. Ja, hoe was dat om je te melden op het FC Utrecht Topsportcentrum in de Overvecht? Daar onder andere Mark van der Maden te zien, die kende je natuurlijk. Maar voor de rest allemaal nieuwe gezichten. Ja, je kent ze natuurlijk wel een beetje van gezicht. Adam, een jongen had je meegemaakt. Ja, Mark was een vertrouwd persoon, dus daar kon ik altijd even een praatje maken over hoe het hier werkte. Hoe die het de laatste 8 jaar hier heeft volgehouden. Ja, jij kwam in de 87e minuut in het veld voor Heren ter Avest. Spelend naast Willem Jansen en Mark van der Maden. We gaan kijken naar een clip. FC Utrecht op bezoek bij FC Groningen. Ja, het is natuurlijk fantastisch. Al bij de warming-up kom je het veld op en zie je bijna een vol uitvak. Dezelfde basiself bij zowel Groningen als Utrecht. Geen reden dus om na dat ze allebei hebben gewonnen, daar iets te wijzigen. In de vrije trap van Soeslof. Die is goed en die gaat er bijna in. Groningen, ja, die heeft ons wel op een goede manier bestreden vandaag. Agressief, met ook heel snel direct spel naar voren. Mesudi, net voorlangs. En het applaus van Paas is voor zijn muur. Ja, zij waren de bovenliggende partij, zeker in de eerste helft. Alleen als defensie hebben we zeker de tweede helft zeker ons mannetje gestaan. En voor een keeper is het prima. Bal draait naar binnen, De Leeuw legt klaar voor Engonge. En daar is Paas, een hele mooie aanval. Mesudi, net voorlangs. Voorzet is goed en daar kan het op het komen. Is hij niet, is hij wel, is hij niet, is hij wel, is hij niet. Weet je, het is ook mijn werk, hè. Dus gelukkig kon ik belangrijk zijn en we hebben nu 2 keer op rij de 0 en dat is mooi is. Uiteindelijk om echt goed in de eindfase te komen, ja, daar waren we vandaag niet goed genoeg voor. En dan heb je het over individuele acties, heb je het over bezetting voor de goal, heb je het over voorzetten. En dan eindigt het dus in 0-0 tussen FC Groningen en FC Utrecht. De eerste helft ging nog wel, maar na rust heel matig, amper kansen, eigenlijk geen kans. Jammer dat ik geen goal met ze kon vieren, want dat doe ik normaal gesproken altijd als we scoren. Alleen voor de volgende uitwedstrijd zijn we maar bewaren. Een gelijkspel in Groningen en zo begint Utrecht het seizoen dus met 4 punten uit de eerste 2 duels. Voor jou, Mike, was het je 50ste officiële duel voor FC Utrecht. Dat komt natuurlijk door die 49 in een eerdere periode. Ik heb de beelden er even bijgepakt van bijvoorbeeld dat debuut in 2011. Kun je het nog herinneren als de dag van gisteren? AZ thuis? Dat blijft in je geheugen gegrift. Ik denk dat Nesu toen dat ongeluk kreeg. Plus dat er heel wat jongens uit Jong gebaseerd waren. Kwam het ook nog in, wat ik ook niet had verwacht. Ja, de zenuwen gingen door mijn lijf. Maar uiteindelijk dat het zo uitpakt dat je dan al die mooie goals zag van Dries. Dat was heel mooi om te beleven. Ja, het seizoen 2012-2013 was natuurlijk het jaar van je doorbraak. Ja, jouw soort van mentor, zo mogen we toch een beetje beschouwen, was in die tijd Jan Buitens. Hè? Hoe vulden jullie elkaar toen aan en hoe hielp hij jou bijvoorbeeld? Hij was best wel streng naar mij toe, maar ik denk dat ik dat ook wel nodig had. Ik kon soms wat nonchalant zijn in mijn denken, of soms een beetje in het veld ook. Hij was natuurlijk een ervaren kracht, goede voetballer ook, goed linkerbeen, heel rustig aan de bal en daar kon ik veel van leren. Ja, en van die bewuste man, Jan Buitens, hebben we ook een videoboodschap voor jou. Mike, hier zijn we dan weer waar het allemaal begon.
Ik was in ieder geval heel blij mee om dat te horen. Omdat ja, Utrecht ligt natuurlijk wel heel close aan ons hart. Toen jij bij het eerste elftal kwam, speelde je al heel snel langs me. Waarom? Omdat je wist wat je kon. Bal afpakken en inleveren bij mij. Kopduels pakken en inleveren bij mij. Jouw humor en jouw grapjes spraken toen bij ons niemand aan. Ik hoop dat je daar ook al een beetje hebt aan kunnen werken. Doordat je wist wat je kon, ben je uiteindelijk de stappen gaan maken die je moest maken. Je bent niet meer dat broekie, maar nu zal je de leider moeten gaan zijn. Ik wens jou heel veel succes, dat jij en je gezin heel veel plezier gaan beleven terug bij FC Utrecht. Ja, nee, hartstikke leuk natuurlijk. Ik denk dat hij me nog steeds op de voet heeft gevolgd. Hij heeft ook wel een beetje gelijk, maar mijn humor was wel echt goed. Hij snapte het nooit. Er zijn de meningen over verdeeld dus. Ja, dat is natuurlijk, Belgische humor is toch anders dan Nederland. Ja, daar houden we het gewoon daar op, oké? Okay? Ja. Wat ook opviel in die fase, dat jaar waarin je doorbrak, dat scorend vermogen van jou. Je scoorde volgens mij 4 keer, je gaf 2 maal een assist. Waar zat dat in? Natuurlijk wat een goede corner neemt met Tommy Oor destijds. Met Jens die een goede bal voor de pot kon slingeren. Ik moet gewoon die bal goed aanvallen en dan heb ik meestal wel een grote kans. Ja, voor we met jou verder praten, eerst naar de rubriek Utrechts paspoort. Met vandaag aandacht voor een verdediger die net als Mike geregeld een doelpuntje meepikte. Een verdediger die na Mike bij FC Utrecht kwam te spelen en ook scoorde thuis tegen Feyenoord. Enschede, september 2014. Waar Mark van der Marel het veld verlaat, debuteert Timo Letschert voor Utrecht. Een 21-jarige verdediger, gehuurd van Roda. In Kerkrade en daarvoor Groningen liep het niet zoals gehoopt. Snakkend naar een echte doorbraak komt Utrecht op het juiste moment. Met 19 basisplaatsen een aardig jaar. In juni wordt de koopoptie bij Roda gelicht. Naar voren stomen, Timo doet het. Bij die magere 1-0 in blessuretijd. Doet hij het dan? Letschert! Ja! Als een spits de marge verdubbelen. Het wordt een ijzersterke tweede jaargang. Speelminuten in alle duels. Hard maar ver verdedigen. Goaltjes meepikken. Een uitnodiging voor Oranje. En een transfer afdwingen naar de Serie A. Augustus 2018, terug van weg geweest. Na 2 jaar Sassuolo, 1 seizoen verhuurd aan Utrecht. Een hectisch jaar. Vol hoogte en dieptepunten. Het vertrek van clubman Jean-Paul, de komst van de kleine generaal, bizarre nederlagen in Zwolle, Den Haag en Emmen en tal van doelpuntrijke overwinningen. En in Arnhem Europees voetbal halen. Timo's moment? Feyenoord thuis, 31 maart 2019. 2 weken na die aanslag op het 24 oktoberplein. In blessuretijd Richetli op de paal. En weer Timo. Van vaak wegkoppen tot nu hard binnenduwen. Opgegroeid in Purmerend, als voetballer gevormd met Utrechts DNA. Utrecht buigt nooit. Utrechts paspoort over Timo Letschert. Volgens mij, Mike, ken jij hem nog van Oranje onder de 21, toch? Timo heb ik kort meegemaakt bij onder 21, ja. Daar heb ik hem een beetje leren kennen, ja. Ja, het wordt voor jou sowieso een weerzien van oude bekenden natuurlijk nu in de Eredivisie. Letschert nu spelend bij AZ, maar er zijn nog zoveel meer voorbeelden. Heb jij de Eredivisie en die voormalig teamgenoten of bekenden van jou nog veel gevolgd toen je bijvoorbeeld bij Swansea en bij Bielefeld speelde? Ja, natuurlijk kijk je altijd met een schijnoog naar de Eredivisie. Vanuit de clubs waar je hebt gespeeld. Dus nou ja, dat blijft altijd. Ja, we weten bijvoorbeeld dat je gespeeld hebt tegen de Agüero's, de Ibrahimovic, Sané's van deze wereld. Dat is niet niks. Wat neem je vanuit die ervaringen mee naar de Eredivisie? Natuurlijk is dat wereldklasse, maar ik heb me wel goed voorbereid toen. En dat zou ik ook bij Eredivisie-spitsen doen. Ja, je hebt al kennis gemaakt met je teamgenoten, maar ook met de businessclubleden van FC Utrecht. Want die hadden gisteravond een barbecue hier in het stadion Galgenwaard. Dit is de selectie van FC Utrecht die het komend seizoen gaat doen. Een groot applaus voor die mannen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ze deden het op een hartstikke leuke manier op het veld. Alle sponsoren denk ik hartstikke mooi op het terras. De zon scheen prachtig. En een leuke introductie van de spelersgroep. Ja, alle begrip dat die spelers natuurlijk nu niet hier zich kunnen melden. Maar wel netjes om ze in elk geval voor te stellen richting de businessclubleden. Gaat het redden bij Utrecht? Dat zeker. Hij heeft nog niet heel lang met ons mee getraind, maar we hebben er wel alle vertrouwen in. Meestal was het op Zoudenbalgen natuurlijk, waar we onder de mensen konden zijn. En vooral de businessmensen die
ja, toch ook wel weer ja, een steentje willen bijdragen. Omdat zij ja, de club steunen, maar ook de, ja, de ploeg steunen. En ze zaten er vandaag weer in grote getalen. Dus ja, wij zijn er blij dat we er waren. Alleen moest het vandaag even op een andere manier. Ja, goed, de regelgeving is van dienaard dat iedereen getest moet zijn en een code moet kunnen overleggen. Dus we hanteren dezelfde regels als voor de wedstrijden. We gaan natuurlijk met z'n allen nu even een hapje eten. En we gaan een rustgevend drankje drinken. En we gaan natuurlijk vooruitblikken naar het nieuwe seizoen. Het is voor mij ook het eerste business event bij FC Utrecht. We kunnen met trots zeggen dat we sinds dit seizoen, eigenlijk 1 juli gestart, als nieuwe sponsor van FC Utrecht toegetreden zijn. Ik denk het allerleukste ervan is dat het op een hele informele, pragmatische manier gaat. Dat merken wij zelf in de samenwerking met FC Utrecht, maar ook met de andere leden. Er is geen gradatie van de grote sponsor en een kleine sponsor. Er zijn gewoon allemaal sponsoren, businessclubleden van FC Utrecht die hetzelfde doel nastreven. En dat voelt wel heel fijn. Informeel, maar ook netwerken. Absoluut, absoluut. Van het business evenement is het tijd voor Utrecht tegen Feyenoord. De wedstrijd van aankomende zondag, 12:15 hier in Stadion Galgenwaard. Het duurt natuurlijk nog een paar dagen voordat dat duel afgewerkt wordt, maar toch gaan we alvast voorbeschouwen. Dat doen we met Willem Jansen en Bart Ramselaar. Feyenoord en FC Utrecht hebben als enige twee clubs van de Eredivisie nog geen tegendoelpunt gekregen. Het enige verschil is dat de Rotterdammers wel het maximale aantal van 6 punten hebben bemachtigd. Ja, Feyenoord zit er lekker in. Ze hebben een goede flow. Spelen goed voetbal, maken goede goals. Dus ja, mooie tegenstander en mooie wedstrijd hopelijk. Ik ken hem vooral naar vorige week. Dat smaakt zo naar meer. Dan ben je zo weer klaar voor die volgende thuiswedstrijd. En als ook naar Feyenoord op bezoek komt, wat altijd een mooie wedstrijd is. Ja, dan begint dat nu al te kriebelen. En ik denk voor ons ook een hele mooie graadmeter. Feyenoord die... Ja, die natuurlijk ook heel goed gestart zijn. Die de laatste weken denk ik heel fris aanvallend voetbal spelen. Ja, heel mooi om je daar tegen te kunnen wapenen. En te laten zien van hoe ver wij ten opzichte van hun zijn. En ja, dat wordt absoluut denk ik een hele mooie voetbalmiddag. We willen natuurlijk elke wedstrijd zo spelen zoals tegen Sparta. Tegen Groningen was dat wat moeilijker. We gaan de wedstrijd vanmiddag nog verder analyseren wat we aan de bal beter kunnen doen. En ja, dat moeten we dan meenemen. Wat Willem Jansen moet meenemen, is dat hij als hij scoort zondag een bijzondere top 5 kan binnenstormen. Op dit moment staat Jansen 10e in het oudste doelpuntenmakersklassement. Die plek heeft hij verdiend met zijn goal op 33-jarige leeftijd tegen Willem II. We vroegen ons af of hij daar zelf ook van op de hoogte is. Je zei als ik scoor, ja, dan heeft het iets met het doelpunt te maken, toch? Ja. Denk ik. Ja. Zijn laatste goal is 2 jaar geleden. Ik heb eigenlijk geen flauw idee dan. Goal op leeftijd, denk ik. Dus Utrecht boven de 35 plus, denk ik. Ja, precies. Toch? Ja. Ja. Ik denk, van zoveel doelpunten heb ik dan niet gemaakt. Met al die spitsen die hier gespeeld hebben. Ja, dat moet lukken dit seizoen. Ja, dat moet wel lukken. Toevallig loop ik net het veld af en toen bedacht ik van ja, ik ben wel 35 al. Als ik dan naar andere jongens kijk en die zijn 28, dan denk ik van ja, dan wel een 35 jaar. Ga jij dat ook halen ooit? Ik ga nu gelijk de gym weer in om te stretchen en hoop ik dat ooit te halen. Ja, zeker waar. Ja, Utrecht thuis tegen Feyenoord. Vraag ik me toch af, Mike. Met jou in de basis? Ja, dat hoop ik. Maar dat gaan we zien. Ik bedoel, we moeten de tegenstander ook niet te wijs maken. Dus ja, ik hoop het. En dan gaan we zien. Mike, jij bedankt voor je komst. En jij voor de buis natuurlijk ook. Bedankt voor het kijken naar FC Utrecht TV. Wie weet tot aankomende zondag. 12:15 in Stadion Galgenwaard. En zo niet, dan heel graag tot aankomende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En we sluiten hem af met goals uit het verleden. And we never look back. Verlengd door Fortuné richting Nelissen. Die mag doorgaan, die mag scoren. Dat Kerk daar een verandering in kan aanbrengen. En dat doet hij. Hernandez, hij kan het. 2-0.